Monteverdi schreef zijn Maria Vespers als een proeve van zijn kunnen. Hij werkte op dat moment voor het hof van de Gonzaga's in Mantua, maar daar was hij niet gelukkig. De mogelijkheden werden er steeds minder. En hij wist dat de plaats van muziekmeester aan het pauselijk hof in Rome vrij was gekomen. Dus hij trok de stoute schoenen aan en stuurde de toenmalige paus zijn Maria Vespers om die baan te krijgen. Die kreeg hij niet. Hij stuurde het ook naar Venetië, naar de Doge, en kreeg op die manier wel de baan van Maestro di Cappella van de San Marco in Venetië. Zo paste Monteverdi daar heel goed in, de wereld waarin muziek een onderdeel van de staatspolitiek was, waar muziek een middel was om diplomatie te bedrijven, waar je concerten organiseerde om de ambassadeurs van vreemde naties te overrompelen met schoonheid en zo dan een nieuwe deal te sluiten. In die wereld passen de Maria Vespers van Monteverdi. Samenwerken en een enorme grootse klank krijgt. Maar en dat daar tegenover staan dan de kleine intieme stukken met eens één tenor en een klein ensembletje of twee sopranen en een klein ensembletje. En die afwisseling, dat is heel kenmerkend voor de Maria Vespers. Het andere is de steeds wisselende bezettingen als iedereen meedoet. Want het koor werkt als één koor, maar ook in een aantal delen als twee koren. Dan wordt het gewoon gesplitst en dan heb je dubbelkorigheid. Twee koren die elkaar toezingen, de bal toewerpen en af en toe hun krachten bundelen. Je hebt wel eens verteld over de mozaïeken in de San Marco in Venetië en dat het ook betrekking heeft op het stuk zelf, het muziekstuk. Vertel daar eens wat meer over. Ja, kijk, als je dit schilderij bekijkt, dan zie je een prachtige afbeelding van Maria geschilderd met hele fijne penseelstreken. In de San Marco is ook zo'n afbeelding van Maria, maar die is helemaal opgebouwd uit mozaïek, dus uit hele kleine fragmentjes keramiek met een glazuurlaagje erop, die een hele intense kleur hebben. Maar dat zijn natuurlijk veel grotere punten dan zo'n fijn penseelstreekje. En wat nou zo grappig is, zo'n mozaïek, als je het dichtbij bekijkt, zie je allemaal kleine brokjes keramiek. Maar van veraf wordt het één mooie, vloeiende, zachte afbeelding. En dat
heeft mij heel erg aan het denken gezet over de Maria Vespers. Want die hebben datzelfde. Als je op microschaal kijkt, zie je best ingewikkelde ritmische noten met een enorme vitaliteit. En samen geven die noten uiteindelijk een zachte, stralende afbeelding die weer deze prettige lieflijkheid uitstraalt. De Maria Vespers is heftige muziek en het vraagt veel van de zangers om dat mooi over het voetlicht te krijgen. We zijn nu op dit moment heel erg bezig om onze klank te verbeteren, om te zorgen dat onze klank dezelfde glans en uitstraling heeft als die gouden tegeltjes van de mozaïeken in de zang.